Hoi en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Jawel, je ziet het goed. Wij zijn verhuisd. Dat was heftig. Jullie echt het proces te laten zien. En allereerst de hal. Het heeft gewoon heel veel karakter en sfeer aan de nieuwbouwwoning. Ja, het echte verhaal. Je binnenkomt en denkt, oh, ik ben thuis. In mijn werkkamer met meteen een okergele muur. Voor degenen die me op Instagram volgen, hebben waarschijnlijk al een aantal sneak peeks gezien. Tijd voor een nieuwe video. In deze video ga ik je helemaal bijpraten over de afgelopen periode. Een kleine samenvatting van alles wat we hebben gedaan. Maar vooral een home tour in ons nieuwe huis. Ja, het is zover. We zijn verhuisd. We wonen hier nu een maand in ons nieuwe huis. En ik kan je vertellen, het voelt echt super fijn. En ik dacht, hoog tijd voor een update. Er is heel veel gebeurd natuurlijk de afgelopen weken. En dan doe ik op de verhuizing. Jeetje. Ik had het allemaal best wel onder controle. Ik was best wel relaxed. Ik was goed voorbereid. We waren al vroeg van tevoren aan het opruimen, ontspullen. Maar toch, die 2-3 weken van de verhuizing zelf. Oh. Dat was heftig. En ik dacht, laten we heel even terugblikken. Ik wilde eerst een hele vlog maken over het verhuizen. Maar nu ik hier eenmaal woon, denk ik, laten we dat niet meer doen. Maar ik wil wel heel even stilstaan bij de verhuizing en het afscheid nemen van het vorige huis. En wat we allemaal hebben gedaan. Dus kijk hier gauw verder hoe dat eraan toe ging. Op dit moment is het een rotzooi in huis. Dit is de situatie nu in de woonkamer. Heb ik gisteravond in een opwelling opeens het behang eraf getrokken. Ik heb gewoon meteen even een nieuw behang gekocht. En ik doe gewoon even het behangetje eroverheen. Best wel makkelijk. En dan nog een punt waar ik echt niet blij van word. Nou ja, dit stukje wel. Kijk, dit deel ik dan dus op Instagram. Maar dit is real life. En dan hebben we volgens hier, ja, ondertussen ben ik een video aan het opnemen. Alles gaat natuurlijk gewoon door. En een combinatie van spullen die ik ga verkopen. En een doos die we al inpakken. En hier heb ik trouwens ook nogal wat spullen van Younes. Wat speelgoed. Zo, tv-meubel zit uit elkaar. Wordt zo meteen opgehaald. En ondertussen zijn we de vloer aan het uitkiezen voor het nieuwe huis. Natuurlijk alle gaten dichten. En alle muren wit maken. Nou, en terwijl ik dingen aan het inpakken, opruimen ben, kom ik hier ook weer spulletjes tegen die ik dus wil verkopen. Dus die zet ik zo meteen ook weer even op Instagram. De Binti Home Sale account. Het is wel grappig, want zodra ik dan een foto maak van iets, dan denk ik, is eigenlijk toch nog wel leuk. Maar nee, het moet weg. Want het lijkt me gewoon echt heel erg leuk om in het nieuwe huis gewoon echt met allemaal nieuwe dingen te starten. Nou is nu het moment aangebroken waar we echt, wat we hebben uitgesteld. Het behang, het Binti Baby behang moet eraf. Hier nog wat laatste dingetjes staan. De vloer die we eruit hebben gehaald. Nog wat spulletjes die mee moeten naar het nieuwe huis. En wat ik nu wil doen is gewoon even afscheid nemen van het huis. Dus eigenlijk gewoon even in elke kamer lopen. Oh man. Ik merk dat ik nu wel emotioneel word. De famous YouTube cry. Oh man. Ja, dit is de kamer van Younes. Nou ja, was de kamer van Younes. Ik ben vooral ook voor hem. Heel benieuwd wat hij van het nieuwe huis gaat vinden. Hij is natuurlijk in dit huis geboren, opgegroeid. Hij weet niet beter dan dat dit zijn huis is. En natuurlijk, overal is thuis waar wij zijn. Maar we gaan zo ons best doen om van het nieuwe huis echt een heel fijn thuis voor hem te maken. Oh jeetje, dat was aardig wat. Vloer eruit, wanden wit. Echt, we hebben zoveel gedaan. Ik kreeg ook best wel veel vragen van, goh, waarom moet je nou alle wanden wit maken? En
Weet je, waarom kan je niet gewoon alles laten? Wat zonde. Misschien zijn de nieuwe huurders wel super blij ermee. Er waren mensen geïnteresseerd. Die waren in eerste instantie niet toegewezen. En ja, we hadden natuurlijk een einddatum dat we eruit moesten. En toen heeft het bedrijf gewoon gezegd van ja, haal alles maar eruit. Uiteindelijk bleken die mensen die dus geïnteresseerd waren in de woning, in de vloer, in alles wat er stond. Die hebben uiteindelijk toch het huis gekregen. Super jammer. Want ja, ze hadden gewoon, moeten nu dus helemaal opnieuw beginnen. En anders hadden ze kunnen genieten van de mooie vloer en de kleur op de muur. En ja, maar ja. Het zij zo. Dat is gewoon een beetje krom in die huizenwereld. Maar goed, het is klaar. Appartement hebben we achter ons gelaten. Waar ik op dat moment mij toch wel een beetje zorgen maakte. Dat zag je wel aan mijn gezicht. Dat ik het best wel een beetje spannend vond van... Ja, hoe gaat het nieuwe huis? Hoe gaan we ons voelen? Hoe gaat Younes zich voelen? Nou, ik kan alvast vertellen, Younes voelt zich als een vis in het water. Wij eigenlijk ook. Het is zo'n fijn huis. Het is echt, het voelt zo goed. En wat we eigenlijk in de basis hebben gedaan is dat alle vloeren zijn gelegd. De wanden zijn allemaal nog wit op deze wand na. En het lijkt me leuk om hier gewoon heel even te laten zien hoe het huis in elkaar zit. Dus de verschillende ruimtes. Dat hebben in totaal 3 slaapkamers, een zolder, een tuin, woonkamer. Nou, super fijn. Dus kijk maar even mee. Hier zijn we zo dankbaar voor. Het is zo'n fijn huis. En die kozijnen zijn ook echt prachtig. Wat me nou heel erg leuk lijkt, is om jullie echt het proces te laten zien. Normaal gesproken wil ik meteen het eindplaatje, het perfecte eindplaatje laten zien. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het juist heel leerzaam en inspirerend is om te zien, hoe pak je dat nou aan? Een huis inrichten. Of het nou om een nieuw huis gaat, of een bestaand huis. Of het nou om een restyling gaat van een ruimte, of dat je het helemaal moet inrichten. En daarvoor ga ik mijn eigen cursus gebruiken. Ik heb een werkboek gemaakt en ja, het bestaat uit 7 modules. Met allemaal opdrachten, moodboard, kleurenplannen die je kan maken. Waar moet je op letten met de vloer, de materialen, de indeling, shopping. Ik kan shoppinglijsten maken. Nou, echt super gaaf. Je hoort dus bij de online videocursus interieurstyling. Ik zal onder deze video ook even een link plaatsen. En ja, er doen gewoon al meer dan 200 mensen mee. Het is echt fantastisch. Je kan deze cursus op jouw eigen tempo doen. En er zitten live sessies bij. Je kan me altijd vragen stellen. Er zit dus een werkboek bij die je kan bestellen. Dus die wordt dan dus naar je huis gestuurd. En ja, ik vind het nu gewoon leuk dat ik zelf mijn eigen cursus kan gaan toepassen. Dus we beginnen bij module 1. Plan van aanpak. En het plan van aanpak houdt in, hoe ziet de ruimte eruit? Wat is het lichtinval? Hoe groot is de ruimte? Wat is de functie van de ruimte? Ben je blij met de ruimte? Het is heel erg eigenlijk het analyseren. Wat heel veel mensen ook denken van ja, niet het leukste onderdeel. Ik wil meteen moodboards maken, kleurenplannen. Maar geloof mij, het plan van aanpak is heel belangrijk. Maar goed, daar ga ik de komende tijd mee aan de slag. Nu wil ik je eerst de hal en de woonkamer laten zien. Het lijkt me leuk om gewoon even een kleine mini-tour te doen. De rest van het huis zie je in de komende video's. Maar in ieder geval nu eerst de woonkamer en de hal. En allereerst de hal. Eigenlijk een traditionele hal die iedereen wel kent. Maar hij is wel lekker breed. We zijn echt wel heel erg blij met deze hal. In ons vorige appartement hadden we echt een bizar grote hal. Wat dat betreft is dit wel iets kleiner. Maar ja, wat heb je nodig in een hal? We hebben eigenlijk meteen haken opgehangen. Voor de jassen. En ook voor Younes. En het is wel heel grappig, want toen wij deze ophingen, dachten we, oh schattig, laag, kan die erbij? Maar het hangt dus gewoon nog te hoog voor hem. Echt, maar goed. Hij kan er wel bij, dat wel. Een vintage spiegel opgehangen. En toen wij dit, zeg maar, ophingen, hadden we meteen al zoiets van, ja, het voelt dan meer als een huis. Hier komt echt een prachtige schoenenkast. Hij is onderweg. Ik hoop dat hij in deze dagen binnenkomt. Van donker mango hout met messing accenten. Nou ja, prachtig.
De hal willen we ook een kleur geven. Maar goed, in andere video's ga ik ook de kleurenplan delen, moodboard delen en hoe ik dat dus aanpak. Maar ja, dit is dus onze hal. En ik ben er super blij mee. Een fijn entree voor de rest van het huis. En hier hebben we dus de trap naar boven. En we hebben meteen deze traphekjes moeten installeren. Ja, want ja, ons vorige huis was natuurlijk een appartement, dus hadden we het helemaal niet nodig. Maar in dit huis hebben we dus twee trappen, dus hebben we opeens vier traphekjes nodig. Maar ja, ik heb dus bewust voor hout gekozen, omdat de trap natuurlijk ook gewoon van hout is en wit. En ik koos voor de kleur wit, zodat het eigenlijk een beetje opgaat in de trap en het niet heel erg opvalt. Dus ja, tot nu toe vind ik ze eigenlijk wel prima en het past gewoon bij de rest. Maar de trap wil ik dus een kleur gaan geven. Ik heb iets in mijn hoofd. Ja, en het is natuurlijk heel irritant, want dat ga ik allemaal nog delen. Maar ja, ga er maar vanuit dat deze trap echt een flinke make-over gaat krijgen. Dat vind ik wel heel leuk aan dit huis, dat het echt een wit canvas is. Het voelt ook echt als een nieuw begin. Dat we gewoon alles opnieuw mogen inkleuren. En hier wel wat kleur aan de muur. Prachtig schilderij die Younes heeft gemaakt. Kreeg als cadeautje van mijn moeder. Eigenlijk zijn eerste echte verfschildering. Dus ik ben er echt heel erg trots op. Wel goed kleurgebruik, hè? En van de hal komen we natuurlijk in de woonkamer. Een ruimte waar we allebei meteen een goed gevoel bij hadden. Prachtig licht in val van beide kanten. En liefde op het eerste gezicht was natuurlijk die schuifbui. Want echt, hoeveel karakter geeft dat aan de woning? En het mooie is dat deze hele wijk is een beetje geïnspireerd op de Engelse Tudor-stijl. En je hebt ook wel een beetje jaren 30 invloeden. Maar dat voor een nieuwbouwwijk, ja, is echt wel, dat hebben ze echt heel goed gedaan. Want ik kreeg meteen al vragen van, goh, voor welke bui hebben jullie gekozen en welke kleur. Maar ja, dat is dus al vanuit de bouw zo ontwikkeld. Dus ja, ik kan het even uitzoeken en dan deel ik dat uiteraard later. Maar hebben ze gewoon super goed gedaan. Echt de perfecte keuze, want hierachter worden ook nog nieuwe huizen gebouwd. En die hebben dan weer gewoon witte kozijnen. Dat is natuurlijk ook prachtig, maar ik merk toch dat die donkere kozijnen, dat echt mijn hart heeft gestolen. En ja, het geeft gewoon heel veel karakter en sfeer aan de nieuwbouwwoning. Nou, de vloer is zoals je ziet wit. We hebben dus voor een witte vloer gekozen. Dat komt eigenlijk omdat twee huizen terug, misschien volg je me al sinds toen, had ik ook een witte vloer. En dat liet alle kleuren gewoon heel mooi uitkomen. Zeker al die aardetinten waar ik graag mee werk. In ons vorige huis hadden we een visgraatvloer. Ook een prachtige vloer. Dat gaf juist ook weer heel veel karakter aan een nieuwbouwappartement. Want dat was een nieuwbouwappartement. Of jaren 90 appartement eigenlijk. Maar toch merkte ik van ja, nu naar het nieuwe huis wil ik gewoon weer die witte vloer. Ik wil een bepaalde rust. Want dat is wel met een visgraatvloer. Ik kreeg ook heel veel vragen van, waarom heb je niet weer voor een visgraatvloer gekozen? Nou, eigenlijk omdat ik een bepaald beeld in mijn hoofd heb voor de woonkamer. Dat het rust uit moet stralen. Dat het een plek is waar je gewoon, dat je binnenkomt en denkt, oh, ik ben thuis. En tuurlijk, een visgraatvloer is ook echt prachtig. Maar er zijn wel een aantal dingen waar ik dan op zou letten als ik in het vervolg een visgraatvloer zou kiezen. Maar goed, daar ga ik een heel vloeren vlog ga ik later nog maken, waarin ik alle meest gestelde vragen over vloeren ga behandelen. Maar nu dus in ieder geval een witte vloer. Hij is van Quickstep. En het mooie is dat je dus wel een beetje houtrelief erin ziet. Waardoor het niet zo'n strakke laminaatvloer is, maar ja, toch wel een beetje leeft. Dat vind ik echt super mooi. Het is gewoon een perfecte basis voor de woonkamer. En ook voor de woonkamer heb ik natuurlijk ontzettend veel ideeën. En ja, ik wil gewoon heel veel met van die aardetinten werken. Veel planten. Kasten op maat. Ja, er gaat echt nog heel veel gebeuren de komende tijd. Maar nu wil ik in ieder geval laten zien hoe dus de ruimte nu is. Nou, allereerst is dit dus de zithoek. En ik kan meteen vertellen dat de bank weggaat. Waarom? Omdat de chaiselongue aan de verkeerde kant zit. We hadden natuurlijk kunnen kijken dat we de bank daar neerzetten. Want dan kan de chaiselongue prima aan deze kant. Echter willen wij heel graag een bank in het midden plaatsen. Zodat je hier ruimte overhoudt om bijvoorbeeld een grote kast of een dressoir of iets neer te zetten. Hier komt namelijk de eettafel. Een ronde eettafel. En ja, ik zou het heel erg zonde vinden als we de bank dus daar zetten. Dat je eigenlijk een heel groot zitgedeelte hebt. Het kan natuurlijk wel dat je de bank dus tegen die muur plaatst.
Want dan heb je gewoon een hele ruime zithoek. En het zal het geheel ook heel ruimtelijk laten ogen. Maar toch heb ik het idee van ja, ik vind het altijd heel fijn als er een kast of een dressoir in de woonkamer staat. Staat heel sfeervol, maar ook gewoon praktisch qua opbergruimte. En dat wil ik dus hier doen. En om gewoon toch even het uit te proberen of die bank niet omgedraaid kan worden, zal ik dat nu even laten zien. Ja, en nu zie je wat er gebeurt. De bank blokt de hele woonkamer. En stel de chaiselongue was tot hier geweest, dan had het nog wel gekund. Maar dit is echt, maakt het helemaal dicht. Super jammer. Maar wat je wel ziet is dit. Kijk, dit is dus wat er gebeurt. En nu heb ik hem zelfs nog ietsje van de kant afgezet. Als ik hem ietsje terug zou doen, dat zou ook nog wel kunnen. Maar dan blok je dit, dan maak je dit helemaal dicht. En ja, wat ik net al zei, je zou ervoor kunnen kiezen om de bank helemaal tegen de muur aan te plaatsen. En dan hier naast de eettafel. En zeggen van maak dan hier een grote kast. Zou natuurlijk ook nog wel kunnen. Voel zegt gewoon heel erg van zet de bank in het midden van de ruimte. Creëer een knusse zithoek. En gebruik deze muur om nog een mooie dressoir of een mooie kast te plaatsen. En dan hier de eethoek. Ik vind het oprecht wel heel erg jammer hoor van de bank. Want hij staat qua kleur en qua sfeer echt prachtig in de ruimte. Ik ga hem ook nog wel heel even tegen die achterwand schuiven. Kunnen we dat ook nog even zien. Zo, nu heb ik hem nog even aan de andere kant gezet. En dit is natuurlijk wel een ideale opstelling. Omdat hij nu lekker de ruimte heeft. En je hebt hier nog genoeg ruimte voor de bank. Hier zou dan dus de eettafel komen. Maar ik moet wel zeggen dat de ruimte tussen de bank en de eettafel vind ik dan wel echt minimaal. Maar deze ruimte is natuurlijk wel super fijn. Probeer het uit. Schuif de meubels rond. Kijk of je meubels al kan nabootsen. Want soms heb je natuurlijk niet een meubelstuk in huis. Dan wil je kijken of het kan. Of een meubelstuk groter of kleiner moet zijn. Nou, dan kan je bijvoorbeeld met kranten aan de slag of met tape op de grond. Je hebt wel verschillende mogelijkheden om dat dus te laten zien. Maar wat ik ga doen is dat ik de bank in ieder geval weer even terugzet. Hoe die stond. Maar ja, ik vind het wel gewoon heel leuk om even gezien te hebben hoe die dan dus midden in de ruimte staat. Ja, echt. Als ik hem zo zie, denk ik ja, wauw. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Maar het heeft dus puur met die eettafel te maken. En dus de struggle dat ik dus nog een kast wil neerzetten. Nou, alles weer teruggezet inmiddels in de keuken. Verliefd op het daglicht wat hier naar binnen komt. Deelde ik al op Instagram. De voorkant is op het zuiden. En 's ochtends komt hier echt prachtig zonlicht naar binnen. Dus dan maak ik hier mijn koffie. En dan ja, is het echt even een gevoel van goedemorgen. Ja, de keuken zelf zijn we ook heel erg blij mee. Ik ben vooral ontzettend blij met de lades. Echt. Het is zo fijn. En de keuken gaat een upgrade krijgen. Want we hebben voor de rest gewoon normale kastjes. Maar ja, daar heb ik ook nog iets voor bedacht. Dus, maar daarover later meer. Er staat een espressoapparaat en de waterkoker op het aanrecht. Maar we willen dus hiernaast nog een extra kastje neerzetten. Ik dacht aan een vintage kastje waar we dan echt een koffiecorner op gaan creëren. En daarachter in de hoek, daar komt waarschijnlijk nog een extra keukenblad. Om het werkruimte nog ietsje ja, te vergroten. En ook weer opbergruimte te creëren. Want dat is echt wel de key van het huis. Dat ik gewoon zoveel mogelijk opbergruimte wil. Dat je zo min mogelijk troepjes hebt. Want dat was wel echt in het vorige huis een probleem. Overal lage spulletjes, overal lage dingetjes. En ja, dat wil ik gewoon niet meer. Plaatsnemen waar onze toekomstige eettafel zal staan. Hij wordt één deze dagen geleverd. Uiteraard, als die geleverd wordt, zal ik dat met jullie delen. Het is zo'n mooie tafel. Het is zo mooi. En deze stoelen gaan uiteindelijk ook weg. Voor nu heb ik ze gewoon even laten staan. Maar ja, uiteindelijk wil ik hier dus wel vier andere stoelen. En ik denk wel aan gestoffeerde stoelen. In de kleur camel, terra. Maar goed, het hangt ook weer een beetje samen met de kleur van de nieuwe bank. De kleur op de muur. Dus ja, het is echt een compleet plaatje natuurlijk. Dus daarom dat het mij leuk lijkt om binnenkort ook moodboards met jullie te delen, kleurenplannen, want ik ben er zelf dus ook nog niet uit. Maar goed, dat gaan we gewoon samen doen, dus dat is natuurlijk extra leuk. Je ziet, heb ik her en der al planten staan. Die heb ik geshopt bij Daluto in de Kwakel,
vlakbij Kudelstaart, eigenlijk vlakbij ons. En volgende week komt er een vlog online waar je kan zien dat ik aan het inspiratieshoppen ben. En dan neem ik je ook even mee naar Taluto. Want echt, als je op zoek bent naar exotische planten, moet je daar echt naartoe. En misschien zag je het net al. De gordijnen zijn 25 centimeter te kort. Wat een luxe. Ons huis is gewoon hoger dan ons vorige huis. Ik dacht van ja, prima. We nemen onze nieuwe gordijnen gewoon mee. Nou ja, niet dus. Eerlijk zeggen, voor deze kamer willen we eigenlijk minder groen gaan gebruiken. Als in minder groen tinten in de meubels en accessoires. Wel in de planten uiteraard. Dus ja, ik heb eigenlijk al andere gordijnen in gedachten. Ik heb ze nog niet gevonden, maar ik heb wel iets in mijn hoofd. En ja, voor nu hebben we dit gewoon even opgehangen. Nou, en dan hier het supergezellige hoekje voor Younes. Met al zijn speelgoed. Dit kelingvloerkleed lag eerst in zijn slaapkamer. En nu is het eigenlijk een perfect speelkleed. Het past prachtig in de sfeer van ons huis. En ja, dat stoeltje is natuurlijk echt fantastisch. Dat stoeltje is natuurlijk echt fantastisch. Ik zag hem en ik dacht meteen, die moet ik hebben. Naast het feit dat hij natuurlijk echt wel heel veel kleurrijk speelgoed heeft, vind ik het wel leuk om de stijl qua meubels aan te passen aan ons interieur. Dus daarom koos ik dus voor dit stoeltje met okergeel en licht hout. Kelen op de grond. En dat tafeltje daar is van de Quantum. En dat is eigenlijk gewoon een opbergtafeltje. En ik dacht, hoe leuk is dat voor hem om aan te spelen. Het enige jammer is natuurlijk wel dat je er niet echt aan kan zitten. Maar dat ik dus aan de andere kant van de kamer echt een tafeltje en een stoel wil zetten. Daar zou ik dat stoeltje neerzetten. Ja, dan heeft hij alsnog een plek waar hij echt aan de tafel kan zitten. Een leuke opbergtip zijn dit manden. Deze zit vol met Duplo. Dit is bijvoorbeeld gewoon een opbergmand die ik bij VT Woon heb gekocht. En daar doe ik dus al zijn Duplo in. En believe me, nu ziet het er netjes uit. Maar hij houdt er natuurlijk heel erg van om het gewoon lekker om te gooien. En hier ook super leuk. De bekende kratjes. Waarschijnlijk herken je het wel. Ik heb deze bij de Quantum gekocht. Maar de Hema heeft ze ook. En verschillende online shops. Uiteraard heb ik de kleur ook een geel. Daar heb ik dus allemaal boekjes in verzameld. En het leuke is, ik vind nu al heel leuk dat Younes in een fase is dat hij dus de speelgoed pakt. Dat hij echt een boekje gaat pakken, neerlegt om het te gaan lezen. En dat hij het ook weer terugzet. Dus ja, het aanbieden van dat soort mogelijkheden om dus je speelgoed weer op te bergen. Ja, werkt bij ons dus heel goed. Dus, en believe me, het is hier ook echt wel een troep. Want als hij lekker aan het spelen is, dan ligt het speelgoed overal. Maar goed, daar ben je kind voor natuurlijk. En aan het einde van de dag berg ik gewoon alles weer netjes op. En toen had ik de bank toch weer even teruggezet hoe ik hem op het laatst had staan. Omdat ik toch wel stiekem heel erg benieuwd ben wat de eettafel gaat doen. De eettafel, wat ik al vertelde, wordt over een paar dagen geleverd. En ja, mijn gevoel zegt dat het te propperig wordt. Dus dat de eettafel te dicht bij de bank zal staan. Maar ja, wat ik eigenlijk ook altijd zeg, mijn cursus, het is een proces. Ga stap voor stap aan de slag. En ik kan me voorstellen als jij een huis gaat inrichten en je bent ermee bezig, dat je dan misschien een beetje struggelt van ja, het past niet of het klopt niet helemaal hoe ik dat in mijn hoofd had. Nou ja, no worries. Het is echt, een huis inrichten is een stappenplan. Stap voor stap ga je aan de slag. En er zijn een aantal elementen waar je over na kan denken. En dat is wat ik nu ook aan het doen ben. Kijk, normaal gesproken zou ik meteen het perfecte eindplaatje delen. En natuurlijk ja, met het idee om jou te inspireren. Van kijk, zo kan je het doen. En met dit huis wil ik gewoon het echte verhaal laten zien. Gewoon het hele proces. Want ook ik heb wel eens mijn moment. Want ook ik heb wel eens momenten van oké, dit past niet. Of dit is niet wat ik in gedachten had. Hoe ga ik dan dus aanpakken? En ik denk dat dat misschien ook wel heel inspirerend kan zijn, hoop ik, voor jou. Dat je denkt van oké, dit is het probleem waar je tegenaan loopt en hoe ga je dat oplossen? Dus mocht je nou ook problemen hebben, interieurproblemen, interieurvragen hebben, stel het zeker onder deze video, want dan ga ik dat gewoon in de volgende video meenemen. Want dat lijkt me dus ook leuk dat de komende video's echt een proces zijn van hoe we dit nou aanpakken. Ik zou heel graag een kast willen voor de opbergruimte, maar ook als extra hoekje in huis, wat ik mooi kan stylen, waar ik dingetjes op kan zetten. Ik heb gewoon zo'n beeld in mijn hoofd. Eigenlijk hangt of staat het met de eettafel. De eettafel hebben we natuurlijk al besteld. Die komt een van de komende dagen binnen. Dus in de volgende vlog ga ik je zeker laten zien hoe dat dan dus staat. Dus ik neem je gewoon mee in dat proces. Om een sneak peek te krijgen in ons nieuwe huis.
Ik geniet ervan. Ik geniet ook van het hele proces. Het hoeft dit keer niet meteen in één keer helemaal perfect. Het is juist leuk om het te laten groeien. Want dat is ook echt mijn tip voor jou. Ik weet dat als jij bijvoorbeeld naar een nieuw huis gaat, dat je meteen de bank wil bestellen en het bed wil bestellen. Omdat je natuurlijk met leeftijd te maken hebt. Maar ja, neem de tijd. Kijk, net zoals wij hebben een bank. Oké, hij is niet ideaal qua formaat en qua layout. Maar we hebben wel een bank en we genieten ervan. En hij staat prachtig hier. En we gaan gewoon stap voor stap kijken van oké, hoe gaan we de ruimte verder invullen? Wat vinden we echt belangrijk? En wat je echt belangrijk vindt, dat kan je pas voelen als je in de ruimte bent. En daarom, wij wonen hier nu een maand. We zijn een beetje aan het kijken van, goh, wat vinden we nou fijn? Nou, we houden echt van die schuifbui en het licht wat naar binnen komt. Dus hoe kunnen we dat optimaal gebruiken? Kijk, hoe die bank natuurlijk als eerste stond, dat hij echt het licht blokkeerde, of het raam blokkeerde. Dat is natuurlijk verre van ideaal. Maar dat was meer omdat we dus heel optimaal de ruimte wilden gebruiken. Dat Younes lekker kan rennen. Maar op deze manier zou het misschien ook kunnen. We pakken stap voor stap aan. Dus eerst de eetkamer afwachten. En dan zal je de volgende vlog zien wat we gaan doen. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop natuurlijk dat je het een leuke video vond. En mocht je nou suggesties hebben, tips hebben, een vraag hebben of gewoon even hallo willen zeggen. Doe dat dan zeker in de comments onder deze video. En mocht je geen video's willen missen, abonneer je dan gratis. Zou ik super leuk vinden. En steek zeker een duimpje omhoog. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!